pepernoten, chocolade, letters, marsepein. Ik hou van Sinterklaas. Niet alleen omdat het super gezellig is, maar natuurlijk vooral omdat het heel erg lekker is. En ja, eigenlijk zijn pepernoten natuurlijk best wel een beetje saai. Gewoon heel erg bruin. Dus ik dacht, die kunnen we wel een oppimpbeurt gebruiken. Wij gaan vandaag glam pepernoten maken. Niet alleen heel erg lekker, maar ook mega makkelijk om te maken. Het recept staat ook in Jumbo Magazine, maar ik laat je nu even zien hoe je deze maakt. En je kunt ook super leuke prijzen winnen. Onder andere een meet and greet met mij. Gaan we lekker samen taartjes versieren en natuurlijk opeten. En ik geef ook mijn bakboek weg en hoe je mee kunt doen, dat laat ik zo meteen in deze video zien. Maar eerst glam pepernoten maken. De exacte hoeveelheden, die staan allemaal in het Jumbo Magazine. Daar laat ik ook stap voor stap zien hoe je deze pepernoten maakt. Maar ik ga het nu even snel laten zien in deze video. Zo, deze deegbal is klaar en die gaat nu eventjes een half uur in de koelkast. Kan die een beetje koud gaan worden. En dan kan ik ondertussen alvast de chocola gaan smelten. Want daar gaan we de pepernoot mee oppimpen. Ik voeg ook een beetje rode voedingskleurstof toe aan de witte chocola. Want ja, bij mij passen natuurlijk roze pepernoten. Het deeg is inmiddels ook een half uur in de koelkast geweest. Dus nu gaan we pepernoten maken. En dat is natuurlijk heel makkelijk. De pepernoten gaan 20 minuten in de oven en ik heb de oven voorverwarmd op 160 graden. Nou, de pepernoten zijn klaar, dus tijd om ze op te pimpen. En dat doe ik niet alleen, maar met deze twee superbakkers, Mees en Zoe. Superleuk, hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Ik heb hier gesmolten chocola en heel veel mooie pareltjes. Want weten jullie al hoe ze eruit komen te zien? Ja. Kijk jongens, dit gaan ze worden. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. En dit kunnen jullie ook, toch? Ja. Ik ga deze maken. Ga jij deze maken, de zeemermin? Ja. Ik ga deze maken. Nou, het is super makkelijk. Kijk, je begint altijd met een mooi onderlaagje. Dus bijvoorbeeld de witte chocola, die ik trouwens een beetje roze heb gemaakt. Een heel klein beetje op de pepernoot, zo. En je kan ook dippen als je ietsje meer wil. En dan ga je hem oppimpen met mooie pareltjes. Ja, is die lekker? En je kan er zelfs al een paar pareltjes op doen. Kijk eens. Is die nog lekkerder? Dit noem ik de dubbeldekker pepernoten. Dit zijn bijna geen pepernoten meer, maar gewoon mini taartjes. En dit is super leuk. Dat maak je heel makkelijk door gewoon pepernoten op elkaar te stapelen. Dat is leuk, hè? Dus je dipt hem eerst in chocola. En dan zet je er gewoon nog een pepernoot bovenop, die je ook weer in de chocola dipt. En dan kun je ze alle twee oppimpen. Kijk. Cute, hè? Dan gooi je hier lekker veel sprinkles overheen. Zo, deze is klaar met allerlei dingen. Zo, wat wordt die mooi. Nou jongens, jullie zijn echte natuurtalenten. En ik daag de rest van Nederland ook uit. Ga lekker aan de slag met deze pepernoot. Het is echt super lekker, maar vooral ook heel erg leuk om te maken. En vergeet vooral niet jouw mooie pepernoot online te zetten. Met de hashtag bakken met Jill. En natuurlijk Jumbo taggen, want dan kunnen wij ze zien. En maak je kans op leuke prijzen. Yay!